Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van MostCutest.nl. Ik ben Mariette van MostCutest en vandaag heb ik wat verschillende shots voor jullie van leuke spulletjes die binnen zijn gekomen voor mijn webshop. Dat kun je in de komende video zien. Ik wens je veel plezier met kijken. Volg me ook zeker even op Instagram. Daar maak ik elke dag filmpjes van het inpakken van de bestellingen. Dus als je houdt van dit soort video's, kijk dan ook zeker even mijn stories daar. Veel plezier met kijken. Ik ga eerst dit unboxen. En nou, het ziet er eigenlijk al een beetje gek uit. Maar dat komt omdat zodra er eigenlijk iets binnenkomt, dan heb ik het vrijwel direct nodig. Dus dat heb ik dan ook maar toch maar gewoon gepakt. Ik kon het echt niet laten staan voordat ik tijd had om te filmen. Dus ik ga nu hier een paar dozen uitpakken. Nou, dit is niet nieuw, maar wel altijd leuk en fijn dat het er weer is. Namelijk deze Hora Dikita Choco Banana. Dit is een DIY setje om ja, soort mini chocoladebanaantjes mee te maken. Het volgende is iets wat ik eigenlijk sinds kort pas op MostCutest heb. Omdat ik, ja, er is gewoon vraag naar en mensen vinden dat super leuk. Japanse Cheetos. En dit is dan de Spicy Hot Chicken smaak. Dus speciaal uit Japan geïmporteerd voor de liefhebber. Nou, die staan nu allemaal in de webshop. Dit is Umaibo. En Umaibo is een hele populaire Japanse snack. En het is eigenlijk een soort van chips stengel. En dit is de vegetable salad smaak. En we hebben verschillende smaken. En je kunt ze per zak van 30 kopen. Of gewoon los per stuk. Dus één chips stengel. Nou, dit is ook Umaibo. En dit is de cheese smaak. En ik dacht, misschien is het wel leuk om ook te laten zien hoe zoiets eruit ziet. Dus het zit in een, ja, toch wel leuk, vrolijk zakje. Hallo. Ja, dus dit is zo'n zakje Umaibo. Ja, en het is eigenlijk een soort mega chipito. Ik zal ook even proeven. Nou, het is echt een mega chipito. Dit is trouwens heel erg lekker. Lekker. De volgende zijn de Koala No March cookies. En dit is cheesecake smaak. Nou, wie houdt er niet van cheesecake? Ik vind cheesecake zelf super lekker. Koala No March is er eigenlijk altijd gewoon standaard in aardbei en chocola. En dat vind ik dan niet zo speciaal, omdat wij dat eigenlijk in Hello Panda altijd hebben in de webshop. Maar die speciale smaken uit Japan vind ik dan wel weer heel erg leuk. Dus die koop ik dan meestal wel in. Dit zijn marshmallows met puddingsmaak. Dus eigenlijk gewoon lekkere zachte spekjes. En er zit een beetje een jelly puddingje in. Superleuk. Jelly pudding smaakje bedoel ik natuurlijk. Deze doos heb ik al opengemaakt, want dat had ik gewoon nodig. Maar dit is de Nikukyu gummy. En dit is de honey lemon smaak. En wat ik hier altijd zo leuk aan vind, is dat er allemaal verschillende zakjes in zitten. Dus je hebt hondjes en katjes. En allemaal ziet het er echt heel erg vrolijk uit. Dus die zijn ook weer op voorraad. En zoals je ziet is er ook alweer wat voorraad verkocht. Of in tasjes gedaan. We zijn ook altijd met snackbags bezig. We zijn nu boven is Hendrik, mijn vriend, met snackbags bezig. Cheetos smaak. Namelijk Japanse Cheetos met barbecue. Ja, zo ziet dat eruit. Ik vind het wel grappig. Het is weer eens wat anders. En mensen vroegen toch aan mij van, goh, ik hou niet zo van zoete snacks. Dus daarom nu ook wat hartige snacks. Nou, deze megadoos, die had ik ook al eventjes geopend. Maar daar zit dus deze hele grote pakketten in.
Met allemaal kleine zakjes suikerspin. En ik vind dit er ook echt zo leuk uitzien. Echt super vrolijk. Dit is chimicorn. En dit zijn een soort van, je ziet het wel een beetje op de afbeelding. Een soort crispy chocoladeachtige crunchy corn. Ja, ook echt een coole Japanse verpakking. Dit is iets nieuws. Een soort van gevulde marshmallows met aardbeien en met chocoladesmaak. Het ziet er ook weer super leuk uit. Leuke dozen. Caramel corn is dit. En dat zijn dus weer van die zoete chipjes. En dit, kijk nou, dit is de cherry sakura flavor. Dus kersenbloesem en gers. Een soort voorjaars spring edition. Met hier ook allemaal leuke sakura bloemetjes. Ja, die had ik al. Maar ook zo'n superleuke Japanse, echt zo'n traditionele verpakking met een superleuk gezichtje. Maar dit is heel populair. Dus ik ben blij dat ik er weer een voorraadje van heb. Maar dit zijn de Mashiro marshmallows. En die zijn eigenlijk gewoon verpakte spekjes. Super leuk, verschillende kleuren. En je kunt ze zo'n hele zak van 30 kopen. Maar je kunt ze ook per 3 kopen. 3 is dan volgens mij 1 euro of 1,50. En heel veel mensen bestellen dit erbij. Dus dat is wel grappig. Oh, Japanse KitKat. Ik heb hier nog Japanse Coca-Cola. Dat ziet er zo uit. Ja, dat is dus Coca-Cola met strawberry smaak. Dit is de laatste Cheetos smaak. Dit is gewoon cheese. Dit is Caramel Corn Original. Die smaakt gewoon echt naar karamel. En deze is al open geweest, want die moest ik natuurlijk meteen uitpakken. Dit is namelijk de Toilet Candy nummer 8. Dus dit is de allernieuwste Toilet Candy. Nou, zoals jullie weten, hier maken ze gewoon regelmatig een nieuwe verpakking voor. En dan doen ze weer nieuwe stickertjes erbij en nieuwe smaken af en toe. Dus dit is de nieuwe Toilet Candy. Die staat weer op de site. Die hadden we een tijdje niet. Dus het is wel leuk dat hij er weer is. Hierboven is Hendrik een snackbag aan het maken. Er zit Japanse orangina in. Umaibo. Deze melonpan cookies. Verschillende smaken pocky. Deze Kirby chewing gum. Caricio. Dat is een soort lange stengel. Lekker stengel, deze bourbonkoekjes, Hello Panda. Die Pikachu koekjes, die zagen jullie me net ook unboxen. Roll cake. Chocobaru. Mochi. Verschillende smaken KitKat. Dus dat is echt een heel leuk pakket. De volgende zijn allemaal mochi's. Dit is bijvoorbeeld de banana mochi roll. Cookies with matcha. En deze hebben we in meerdere smaken. Maar dit is dus de matcha variant. En het is echt een soort van cookie. En dan zit er een mochi vulling in. Het ziet er echt super cool uit. Dat zijn deze cacao mochi's en dan de aardbeien smaak. Dat is echt een hardloper op de site. Kijk, dit zijn nog de pie cookies met honey butter smaak. Dus dat zijn weer deze pie cookies. En dan honey butter flavor. Maar dit is de mochi cake en dan aardbeien smaak.
Dus die is dan weer net een stukje anders dan die cacao mochi. Maar die is er in mango, perzik en aardbei. Dit is een nieuw pokkie smaak, namelijk blueberry pokkie. Het ziet er ook weer echt fabulous uit. Ik heb deze nog. Dat is een soort van fruit mix mochi met aardbei, orange en meloen. En deze zijn dan, ja, dat is een ideal verpakking. Dus die mochi, die zijn allebei apart verpakt. Nou, deze doos heb ik al even opengemaakt, maar ik ga het toch nog even laten zien voordat ik het allemaal een plekje ga geven. Dit zijn superleuke bamboe bekers. Dat is dan van milieuvriendelijk materiaal en je kunt het als takeaway beker gebruiken voor warme dranken. Dit zijn kofferlabels. Ik denk niet dat die op de site komen, maar die ga ik weer voor andere dingetjes gebruiken. Bijvoorbeeld voor surprise bag. Een etui game over. Ik vind dit een heel leuk stijltje. Super schattig. Dus daar een pakket van. En ook deze blauwe etuis daarvan. En deze leuke pins zijn er weer. Dit zijn super leuke narwhal pins. En ook wat andere pins. En dan nog twee takeaway bekers. Eentje met lama's en eentje met Shiba die je niet ziet, maar die wel echt heel erg leuk is. En dit slaapmasker zit er nog in. Een hamsterslaapmasker. Super leuk. Een super cute koala kussen. Dit is van dat hele lekkere stretchy materiaal. Een beetje zoals we ook de kattenknuffels hebben. Aan deze kant zitten die ook. Dus dat zijn de koala's. En dit is ook weer een hele vrolijke doos. Ik heb onder andere weer wat klei bij besteld. Fluffy klei. Daar kennen jullie de filmpjes misschien wel van. Super lekkere zachte klei. Dit zijn hele leuke stempelsetjes. Twaalf stempeltjes in een pakje. En de Lucky Cat editie hiervan, want we hebben twee soorten. De Lucky Cat die komt in mei ook weer binnen. Maar deze zijn in ieder geval heel leuk en fijn dat ze er weer zijn. Dat zijn deze doosjes. En deze stickerboekjes. Zit allemaal. Heel veel leuke stickers. 20 sticker sheets zitten hierin. Dus dan kan je heel veel plakken. En ik zeg altijd, wees niet zuinig met stickers plakken. Want dat is leuk. En je hoeft ze niet te bewaren, want daar heb je ook niks aan. Je hebt er meer aan als je ze opplakt. Dus stickers en dan lekker veel. En die heb ik ook in het roze. En er zitten ook weer 20 stickervellen in met allemaal leuke prints. Dan deze stickervellen. Dat is een pakje en dat zijn 6 vellen met allemaal pijltjes. En deze. En dat zijn 6 vellen met allemaal regenboogachtige designs.
En ijsjes en brilletjes en ook super cute. Dus dan heb je één pakje met 6 felle stickers. Dus ook dan hoef je niet weinig te zijn. Dat is mijn motto. Nou, origami papier is natuurlijk ook super leuk. Dus daar heb ik wat extra varianten van besteld. We hadden namelijk al deze Japan variant. Met allemaal Japanse designs. Dus Lucky Cats, Goldfish en mooie traditionele designs. En nu heb ik deze erbij. Dit is de Bunny Hop. En ja, dat zijn allemaal leuke konijntjes. En heel vrolijk, heel cute. En echt leuk om dingen van te vouwen. Dan heb je echt een heel mooi resultaat. En ook deze. Nou, dit is bijvoorbeeld het voorste blad. Met unicorns en bunnies en boompjes. En vooral ontzettend mooie kleuren. Dus deze origami papier, dit origami papier, deze origami velletjes zou ik zeggen. Die staan online. En in zo'n pakje zitten 50 sheets in 10 designs. Dus daar kan je ook lekker mee vouwen. Toen ik deze doos openmaakte, toen zag ik dit. Deze superleuke Amuse Rainbow Bunnies. Deze kennen jullie wel, want deze hebben we ook in het roze, paars en blauw. En nu dus ook in het rainbow. Deze mermaid buns zal ik weer aan gaan vullen. En gewoon kleine, leuke, zachte squishies in verschillende soorten. En dan kan je kiezen welke kleurcombinatie je wil. Dus die staan al op de site. Deze superleuke poly macarons. Die hebben zo'n leuke vulling. Zien er heel schattig uit. En een leuke tag. En deze is er ook in een soort mooi oranje. Mijn lievelingskleur. En blauw. Deze heb ik eventjes weer ingekocht voor de restock. Want ik dacht, nou, deze hebben we al een tijdje niet gehad. En het is echt een hele mooie zachte squishy met een heerlijke geur. Dus de Punimaru Super Jumbo Pancake met banaan. Toch? Of butter? Misschien ook butter. Ik zoek het nog even op. En dan heel veel kleine squishies. Ja, ik vind ze echt super leuk. Ik ben sowieso dol op dingen in marshmallow pennen en squishies. Hij is er ook in deze paars, mint, blauwe kleur. En nog in de originele spekjeskleur. Love it. Super, super leuk zijn deze. Die zien er ook weer heel leuk uit. Gewoon leuke kleine soesjes. Ik vind kleine squishies wel altijd heel erg leuk. Kijk. Deze. Met paars en roze. En hier zit dan het kontje van de hamster. En even kijken welke kleur is er dan nog meer. En een blauwe. En dit is de blauwe cream puff. Met een leuk kaartje eraan van Poli. Deze Poli squishies, die zitten ook in deze doos. Deze heb ik al vaker gehad. En ja, ik vond het eigenlijk wel leuk om deze weer te bestellen. Hier is dan de roze. En hier is de blauwe. En dan is er ook nog een groene. Maar die vind ik wel. Even kijken wat er verder nog nieuw is. Deze soort van hartjes zijn nieuw. Gewoon ook een kleine leuke squishy om gewoon lekker mee te squishen. En deze
mini vet polies. En dat noemen ze volgens mij, dit heeft in het thema van emojis, want ze hebben allemaal grappige gezichtjes. Deze heeft een hard eyes, dat is nu al mijn favoriet. En nog een paarse. En die kijkt een beetje yummy-achtig. Oh, deze zijn ook heel erg leuk. Oh, deze mini polydonutjes kom ik hier nog tegen. Die hebben we ook in meerdere kleuren. Deze hebben we ook al in een grotere versie gehad, maar nu dus in het mini. Super cute. Oh, en hier is nog de mintgroene hamster. Oké, ik ga eventjes het grootste deel hier uithalen. Ik heb nu echt tijdens deze video ga ik dit niet allemaal sorteren. Dus ik gooi het even. Nu kom ik deze nog tegen. Dit is ook een leuke poli. Ja, gewoon eigenlijk een mini poli. Met zo'n ballchain aan het zakje. Dan kan je hem ook in het zakje houden. En nog leuk deze andere kleuren van die mini donutjes. Ook dat kleine hamstertje. Deze watermeloenharten. Mooie grote squishy. Nou, nu moet alles gesorteerd worden. En dat is een hele klus. Dus hierbij was dit de squishy unboxing. Oh, deze had ik nog niet laten zien. Nou, dat waren een aantal leuke dingen die binnen zijn gekomen. Ik ga proberen om dit de komende tijd wat vaker te doen. Dankjewel voor het kijken. Volg me ook op Instagram en check mostcutest.nl voor al deze leuke spulletjes. Bedankt en tot snel!